Ja, lief hè. Hij houdt wel van een snoepie. Nou, volgens mij moet ik gewoon een koekje op mijn hoofd leggen. Ja. Plasjes doen. Nou, het is een kruising schapijtje. En hij zit denk ik 2 maanden in het asiel. Lekker even snuffelen. Dat is ook wel goed dat ze kunnen snuffelen. Hè? Ja, dat schijnt heel belangrijk te zijn, snuffelen. Ja. Ik ga thuis altijd even lekker doorlopen. Ik hou nooit van dat gesnuffel. Maar voor de honden heel goed. Het schijnt voor de honden heel goed te zijn, ja. Het is ook een goed teken als ze het doen, hè? Snuffelen. Ja. Zijn ze niet gestrest, dat is wel lekker relaxed. Ja. Als je even tijd hebt. Hè? Ja, je moet wel wat tijd hebben. Ja, moet toch sowieso voor ons, toch? Ja. Nou, dat is ook altijd, vind ik altijd zo ideaal, weet je, als ze lekker los kunnen lopen. Dan kunnen ze lekker snuffelen en lopen. Hé, hey, Fluffy. Nog koekje? Ik nog koek? Hé, zullen we nog koek nemen? Even tussendoor? Ja. Ja, daar komt ze uit. Ja. Lekker is schat. Ja. Je bent ook wel heen. Dat is zo'n leuk tuigje om. Ja, de kleur is wel mooi, hè? Zie je, ziet een beetje zo'n chapaaihoofdje, een beetje een rimpelhoofdje. Ja, zeker als die dan zo... Nee, ga eens kijken hoor. Ja. Leuk hè? Ja, frummelbekkie. Waar komen ze nou weer vandaan? Koeken. Ja, daar zitten ze in. Ja. Kan je zitten? Zullen we dat eens proberen? Ik weet niet of dat je dat kan eigenlijk. Chappie. Hij heeft ook Chap Muffin. Je hebt ook een keer Chappie. Wat zei je net, Fluffy? Nou, hij is alles behalve Fluffy. Oh, alles van alle namen al gehad is gewoon. Ja, oh ja, kijk. Mooi. Ja, lievertje hoor. Hè? Ja. Braaf manneke. Niet zo? Echt, je ziet echt helemaal zo los in je vrouw. Ja.